Het Jeugd- en Muziekorkest van Antwerpen nam dit jaar deel aan het internationale festival voor jeugdorkesten in Toscane. Montecatini Terme, Firenze en Foligno konden genieten van het jonge orkest. De muzikanten konden dan weer genieten van het spelen onder de Toscaanse zon. We zijn vanavond op deze prachtige locatie in Italië, in de Terme van Montecatini. En het belooft echt een fantastisch concert te worden. Ik vond het concert in Montecatini een van onze betere concerten. We weten nu welk niveau we kunnen halen uit het vorige concert. Ik denk dat iedereen er ook gaat streven om dat niveau nu ook te halen. En dat zou normaal zeker moeten lukken. We zijn nu in Firenze en het is hier echt fantastisch. We zijn hier, ik weet niet waar we juist zijn, maar het is hier heel mooi. En straks, ja, dat gaat gewoon fantastisch worden. Hè? Je voelt dat al, dat gaat awesome zijn. Hè? Het laatste concert in Foligno. Ik ben nog nooit in Foligno geweest, dus ik ben wel een beetje benieuwd hoe dat gaat zijn. Maar ja, laatste concert met deze groep, met deze stukken, dus dat gaat sowieso ook weer genieten zijn. Ik vind het een enorm toffe groep, een enorm tof orkest. Ik heb heel veel bijgeleerd op vlak van instrument spelen. Ik heb ook heel veel toffe ervaring met het orkest meegemaakt. Het is gewoon zo ontzettend leuk. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. Allemaal vrienden. Het samenspelen, het genieten. De kippenvelmomenten na elk concert. Denk je, amai, dat was zo leuk, maar het is zo goed gelukt. Leuk en echt een aanrader eigenlijk, ja, voor iedereen die eens in een symfonisch orkest wil spelen, want hoe meer dat je bent, hoe leuker dat wordt, hoe toffer je muziek dat je kunt spelen. Dus ja, zeker een aanrader.